Hoi, ik ben Robin en welkom bij alweer de 6e aflevering van Robin's Small Talk. Dit was de aflevering dat Klees het spel moest verlaten en waar de meeste opdrachten voor geen meter liepen. En daar gaan we dan ook gelijk mee beginnen met de titel van de aflevering, genaamd Voor geen meter. Hier kan ik natuurlijk alle opdrachten laten zien, want ze liepen allemaal voor geen meter. Maar er was echt maar één fragment in de hele aflevering waarvan ik zoiets had van, dat valt me echt te erg op. En dat was natuurlijk in opdracht 1 met de telefoontjes, dat ze het goede telefoonnummer moesten zoeken. Hier werd gezegd dat Buddy, Rob of Nathan konden mollen. Maar in het volgende stukje wat je zo gaat zien is te zien dat Nathan de telefoon op een andere plek houdt dan waar hij hem gepakt heeft. En dat is dan eigenlijk ook gelijk de titel van de aflevering. En het fragment wat je ook zojuist zag kwam natuurlijk uit opdracht 1, welke voicemail is genoemd. In deze opdracht was de bedoeling dat ze het telefoonnummer van Rick zouden vinden. En dan zouden ze het bedrag wat ze gewonnen hadden, zouden ze dat telefonisch te horen krijgen. Maar helaas zijn ze met 0 euro met de pot weer vertrokken van het graanveld, omdat er maar 1 meter verschil in zat. In het begin van deze opdracht had Miljuska wel een goed punt met betrekking tot telefoonnummer. Dat is eigenlijk een beetje algemene informatie wat je krijgt als je naar het buitenland gaat. Weet je zeker dat het niet 70 is? Ja, het kan ook 70 zijn. 70? Denk ik. Oké. De eerste afstand is 69. En ik denk bij mezelf 69, dat klopt niet. Het telefoonnummer is bij ons 06. En in China is het 1,70 en dan begint de rest. Dit is dan ook wel een kandidatenactie en een mol zal ook niet zo snel zeggen dat het nummer niet klopt. Want ja, de mol wil uiteraard zo min mogelijk geld in de pot hebben. En na de eerste opdracht zegt Miljuska dat er 1 cijfer fout is. Het cijfer wat Buddy heeft gemeten. Dus is dit ook wel een bewuste actie van Mil of Buddy geweest dan? 1 cijfer fout. En dat cijfer was toevallig het cijfer dat Buddy heeft gemeten. Dus iedereen kijkt weer naar Buddy. We hebben het er helemaal zoals we het hebben. Ja, het lijkt hier ook op dat er een molactie is gepleegd door een kandidaat. Maar waarom zou een kandidaat dit willen doen? Maar goed, ze willen het blijkbaar hard spelen. In ieder geval tot zover opdracht 1. Dan opdracht 2, ook wel vakwerk genoemd. Hier konden de kandidaten 2500 euro verdienen en hebben ze uiteindelijk 1030 euro voor de pot bijverdiend. Ik had hier wel een apart momentje, want de titel van de opdracht was vakwerk. Nou, dan kan je op 2 manieren kan je dat zien. Vakwerk in de zin van, nou ja, ze moeten vakken, moeten ze vullen met een aantal mensen. Maar in de voetbaltermen wordt ook vak wordt gebruikt voor een groep mensen die in een bepaald gebied op de tribune zitten. Dus in dat opzicht kan je dus ook vakwerk, kan je het zo zien. Oh, begreep ik de logica maar van het spel, maar ik heb geen idee. Ja, hier ben ik het gewoon ook met Buddy eens. Ik heb de opdracht nog eens goed bekeken en dit had de uitkomst moeten zijn. Is het dan ook indirect bewijs dat Nathan de mol is? En de reden waarom ik dat denk is natuurlijk vrij simpel. De mol wil natuurlijk zo min mogelijk geld in de pot hebben. 9450 euro met nog 6 spelers in het spel. En richting de 10.000 ben ik een tevreden man. En ook alweer de laatste opdracht. Ja, het is deze keer een relatief snelle aflevering. En ook ga ik de lastigste opdracht om te volgen. De reden waarom is eigenlijk omdat er een aantal stukken tussen gemonteerd zijn waar mol-enveloppen opgeplakt zitten, terwijl in dit geval Rob bezig is. Of dat er helemaal geen stukken in zitten waar Buddy loopt. Ja, en we worden door de manier van monteren worden we door een doolhof van gangen gestuurd. En zelfs Rob wordt er zenuwachtig van. Dan wil ik wel eens een van de eerste omschrijven en zo aanvallen. Dat is goed. Hier is mij ook heel veel verwarring ontstaan. En volgens mij niet bij mij alleen, maar bij meerdere mensen. Ik heb ook niet veel dingen kunnen ontdekken helaas. Maar Leonie is ondanks haar chaos er toch nog wel blij mee. En ik heb een zandloper over.
Zij dacht informatie. En was dat een reactie wat Van der Mol zou kunnen zijn? Want uitgerekend, zij had de portofoon in haar handen. En Buddy kon op dat moment niet mollen, omdat er nog vier andere kandidaten om hem heen stonden. En natuurlijk het belangrijkste moment, was het Rad die verkeerd was of was het Heinz? Want daar was sowieso tijdens de aflevering en bij Mol Talk en op de video's die al online staan, was het echt wel een discussiemoment. Rechtdoor. Dan kom je in een ruimte met een kraantje en bij het kraantje is een envelop waarop staat nat 007. Lama 1997 is een envelop. Ja, dit is goed. Rick de Mol, Digimol en Rad. Dat is allemaal te vinden in deze ruimte. Nou ja, weet je, ik laat het Buddy lekker zelf vertellen. Loop je weer terug naar de basispositie, die is heel makkelijk te vinden. Loop je daarna door, heb je hier aan een paal of achter de paal, dat weet ik niet meer zeker, maar daar zie je meteen Rad. En dat is waar het fout ging, want Nathan moest de Mol envelop hebben die aan de paal zat en niet die aan de deur zat. Ik heb hier drie brieven voor me. Je hebt de ingang van het huis en als je staat... Links op ooghoogte is een envelop, correct? Ja, iets lager, ongeveer op bicepshoogte. Ja, dat is voor mij op ooghoogte. Oké. Dus die kan je meenemen. Dat is als het goed is Rad. Die kun je terugbrengen. Dan hebben we in elk geval de twee die we zeker weten. Dat is ook wat Buddy hier zojuist vertelde. Maar ja, het nadeel is, wij hebben niet gezien, alleen op een afbeelding, waar de rat hing. Maar wij konden niet het linker gedeelte zien waar Buddy naar stond te kijken. Dus dat is gewoon giswerk. Ja, en als er drie palen stonden, ja, vertel dan maar wat erop stond. Dat kan je natuurlijk niet vertellen. En ja, dat is wel een hele slimme manier van monteren. Maar voor ons verdraait lastig om daar de mol mee te kunnen ontdekken. Maar in ieder geval, hiermee wordt Nathan wel heel erg verdacht gemaakt. En ik heb ook toch wel een beetje mijn twijfels af en toe of hij het dan ook echt wel daadwerkelijk is. En dat ik als persoon in de Nathan-tunnel zit, dat ga ik niet ontkennen. Maar Dit zijn wel momenten waar ik me echt wel een beetje aan doe twijfelen. Dan was dit het alweer voor aflevering 6. Waar werd gelachen over groottes en tranen werden gelaten over het vertrek van Klees. En wat ook veel andere mensen hebben geroepen is dat dit uiteraard geen makkelijk seizoen is. Waar ik zelf ook zoiets had van vorig jaar, eigenlijk bij aflevering 1 wist ik al direct dat Merel de Mol was. En het jaar daarvoor had ik bij aflevering 5 of 6 had ik ook al in de gaten dat Jan de Mol was. Maar ik heb nu, ik zeg wel dat ik heel erg op Nathan zit, maar ik weet het gewoon nu echt nog steeds niet zeker. En dat is voor mij ook wel heel, heel raar om dat mee te maken. Ja, en daar zit ook wel gelijk het gevaar in, dat ik in de Nathan-tunnel zit. Want ja, als mensen inderdaad, de mensen die nu naar mijn video's kijken en dan zeggen van, ja, hij heeft dat gezegd, ja, dan heb ik het weer gedaan. Ja, en dat wil ik absoluut niet op mijn geweten hebben. Uiteindelijk moet iedereen zijn eigen keus maken. En ja, ik sta niet natuurlijk in voor de keuzes die andere mensen maken. En dan is het alweer tijd om deze aflevering af te sluiten. Ik vond het echt wel een hele leuke aflevering om naar te kijken. Voornamelijk met opdracht 1, de voicemail, waar ze het nummer van Rick moesten vinden. Is het uiteraard heel erg lastig om te mollen. Maar hoe ze het hebben gedaan, vind ik wel ontzettend goed. En uiteraard opdracht 2, waar ze €2500 konden verdienen door in het juiste vak te gaan staan. Dat waren de leuke opdrachten en uiteraard de laatste opdracht was gewoon lastig om naar te kijken. Kon ik ook vrij weinig mee. Maar goed, dan is het tijd voor de verdenkingen. Moet ik even kijken wat ik daar precies op staan. Wie ik verdenk qua mollen is bij mij nu toch wel wat veranderd. Ja, logisch. Ik schrijf het altijd even op. Waar ik de vorige keer Nathan, Rob en Mariuska verdacht in die volgorde, is nu Leonie er ook weer bijgekomen. Zeker na opdracht 3. En dat heeft meer te maken met de manier hoe chaotisch ze was. En ook vanwege de aantal acties die ze daarin had. Kan ik verder niet omschrijven, maar dat is iets wat mijn gevoel zegt. In ieder geval, dat is waar ik het voor nu bij gelaten. Ik hoop dat je hebt genoten van deze aflevering. Als je het hebt gedaan, en je kan er ook uiteraard wat mee. Laat dan een like achter en vergeet niet te abonneren. En als je wel bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten. Zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe Wie is de Mol of een andere video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu... Later.